De pier bij Holwert is het vertrekpunt voor de 500.000 mensen per jaar die de duinen en stranden van Ameland bezoeken. Het is een belangrijke schakel in de lokale economie. Maar vlak over de dijk liggen tientallen Friese dorpen met een groot economisch probleem. De dorpen lopen leeg. In Holwert is het probleem meteen zichtbaar. Zo staan zo'n 40 woningen te kopen, dat is bijna 1 op de 10 huizen. Ja, dat is gewoon jammer. En er zijn bepaalde gebieden in Holwert die verpauperd zijn geraakt, hè, omdat bedrijven zijn vertrokken. Dat is eigenlijk het. Dan komt er nog bij de werkgelegenheid loopt terug hier. Er zijn een paar bedrijven, zijn gesloten. Gaan verhuizen. Dus dat is de oorzaak zo'n beetje, denk ik. Oorzaak, maar ook gevolg. Leeglopen is een visueuze cirkel die dorpen in dit deel van Friesland hard treft. En dat vormt ook een bedreiging voor de voorzieningen, zoals winkels en scholen. Jongens en vrouwtjes, stek even mijn vinger, baat nou nog net kleer is, maar zijn werk. Mijn Fries? Mijn Fries. Het Friese boek van Studio F. Oké, dan werk je er nou nog 2 minuten. De mensen zijn meer naar de stad getrokken. Daar is werk. En de dorpen die zijn allemaal bezig met het proces van leegloop. En het heeft heel veel te maken met werk. Vakantie. Prestatie, demonstratie, grons. In de omringende dorpen is het wel een probleem. We zien de afgelopen jaren dat er een school in Nes die is al gesloten. En op dit moment dreigt er nog een school gesloten te worden, omdat ze gewoon te weinig leerlingen hebben. En toch kan Holwert de tij nog keren. Want de provincie wil het dorp uit de brand helpen. In een poging om de resterende voorzieningen te behouden, geeft de provincie Friesland ondersteuning bij het ontwikkelen van Holwert als toeristische trekpleister. Maar hoe zit het dan met de nog kleinere dorpen in het gebied, zoals het dichtbijgelegen Blijen? De supermarkt is weg, de Rabobank is weg, het postkantoor is allemaal weer gesloten. De slager is weg. Als ik hier aan de andere kant van de hoek kijk, dan hadden we nog een kleine supermarkt, is ook gesloten. Ambachtelijke slager hebben we jaren gehad. Ik denk zeker wel 40, 50 jaar. Het wordt eigenlijk, in mijn beleving, wordt het wel eens een klein beetje een soort spookdorp. Bindert Verbeek heeft zijn geboortedorp in de afgelopen 25 jaar met een derde zien krimpen. De teller staat nu op minder dan 900 inwoners en daalt nog steeds. Hij is hier geboren en zegt dat hij hier ook begraven wil worden. Maar zijn laatste supermarkt in Blijen heeft alweer jaren geleden de deuren gesloten. De supermarkt waar ik toch ook jaren in heb gedraaid en de vorige eigenaar ook, misschien wel 30 jaar, is gewoon, het is jammer dat het allemaal wat vervallen is. Dat zijn toch dingen, dat denk ik, dat doe je toch als inwoner ook van zo'n dorp als Blijen, dat doe je natuurlijk pijn. Dan denk ik van, ja, weg, allemaal, komt niet weer.